Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het valt mij op dat mevrouw de Vries volledig meegaat in die grote leugen dat al die vrijheidsbeperkende en discriminerende maatregelen noodzakelijk zouden zijn om onze volksgezondheid te beschermen. Ze heeft het over de IC-capaciteit die we moeten beschermen. Maar als dat is waar het daadwerkelijk om te doen zou zijn, dan zou het toch veel voor de hand liggender zijn om te pleiten voor een forse en structurele uitbreiding van de IC-capaciteit waar Forum voor Democratie al 20 maanden voor pleit. Dank u wel. Waarom horen we mevrouw de Vries daar niet over? Ja, mevrouw de Vries. Ik kom daar zo in mijn verhaal nog op, voorzitter. Als het zou helpen en we zouden het kunnen doen, dan zou ik graag die IC op willen schalen. Maar we zien gewoon dat de beperking het personeel op dit moment is. Er wordt ook hard gewerkt om opleidingen voor mensen van verpleegkundige naar IC-verpleegkundige te doen. Maar dat neemt tijd en dat moet gedaan worden door diezelfde mensen die nu met de handen aan het bed staan om al die coronapatiënten en al die andere patiënten te behandelen en te zorgen dat ze behopelijk beter worden. Dus het is niet een toverstaf waarmee je zegt van ik ga dat eventjes regelen. Was het maar zo makkelijk, voorzitter. De heer Van Meijeren. Het kost inderdaad tijd om IC-verpleegkundigen op te leiden, namelijk 18 maanden. En we zitten nu 20 maanden in deze zogenaamde crisis en er is nog helemaal niets gebeurd op dit vlak. Er zijn op dit moment 0 extra IC-verpleegkundigen opgeleid. Er zijn geen wervingscampagnes gestart. Er zijn geen verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden doorgevoerd. Er zijn geen oproepen gedaan aan de vele honderden IC-verpleegkundigen die de afgelopen jaren zijn wegbezuinigd om te vragen of zij terug willen keren. Hoe beoordeelt mevrouw de Vries de stappen die tot nu toe niet gezet zijn? En is zij van mening dat alles op alles gezet wordt om die IC-capaciteit uit te breiden? Mevrouw de Vries. We hebben gisteren bij de technische briefing natuurlijk ook over gehad. En toen heeft Ernst Kuipers natuurlijk ook nadrukkelijk aangegeven welke stappen er wel gezet zijn. Dat er gekeken wordt naar die opleiding en kan je dat op een andere manier organiseren. Er zijn mensen in opleidingstrajecten op dit moment. Maar nogmaals, die mensen moeten opgeleid worden door degene die nu op de IC staan te buffelen om te zorgen dat mensen daar weer op een goede manier van afkomen. Ik wil natuurlijk, je kunt ook kijken naar de IC. Dat moet ook en dat is ook gebeurd. Maar dat is niet wat je maar met een knip van de vinger eventjes regelt. En ik vind dat we die illusie ook niet moeten wekken. We zien overal, ook in landen waar meer IC-bedden per aantal inwoners zijn, zien we dat er maatregelen genomen moeten worden. Want uiteindelijk is ook daar weer een grens aan. De heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, mevrouw de Vries die doet nu net alsof ze eigenlijk wel zou willen dat de IC-capaciteit wordt verhoogd, maar dat het een kwestie is van onkunde. Maar waarom heeft mevrouw de Vries dan tegen de motie gestemd waarin de regering verzocht wordt om de IC-capaciteit fors en structureel uit te breiden? Mevrouw de Vries. Nou, volgens mij heb ik het niet over onkunde gehad, voorzitter, maar laten we dat maar eventjes dan terzijde zetten. We hebben niet voor die motie gestemd, omdat je met die motie het niet regelt. En dat is mensen ook een rat voor de ogen draaien dat met zo'n motie het wel geregeld gaat worden. Er wordt aan gewerkt, er wordt gekeken hoe kunnen we die opleidingen op een bredere manier inzetten. Ik ga zo nog iets zeggen over die flexibele schil. Er wordt gekeken naar hoe je mensen kan opleiden, maar daarmee hebben we ze nog niet automatisch. En door het in een motie te zetten is het ook niet geregeld. Uw laatste vraag, weet u zeker? Ja, het is feitelijk onjuist dat er op dit moment alles op alles gezet wordt om IC-verpleegkundigen extra op te leiden. Er gebeurt helemaal niets. Het argument, we kunnen geen blik IC-verpleegkundigen opentrekken, dat deed er 20 maanden geleden heel goed. Maar we zijn nu 20 maanden verder en er is nog helemaal niets gebeurd. En het excuus dat een motie het niet gaat redden, dat is flauwekul. Want in de motie wordt alleen opgeroepen om zich daarvoor in te spannen. En dat mevrouw de Vries tegen die motie stemt en er dus helemaal niets gebeurt op het gebied van het uitbreiden van de IC-capaciteit, kan alleen maar tot de conclusie leiden dat er geen sprake is van onkunde, maar van onwil. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw ja, de Vries. Voorzitter, ik vind het wel wat heel makkelijk voorbij gegaan wordt door wat gisteren ook is aangegeven door de heer Kuipers tijdens de technische briefing. Daar is ook gezegd, geld is het probleem niet, de bedden zijn het probleem niet, het materiaal is het probleem niet. Het probleem is dat we onvoldoende verpleegkundigen en personeel hebben om dat te kunnen doen. En nogmaals, het wordt net gedaan of het een pretje is om op die IC te liggen. Het is verschrikkelijk. Mensen moeten daar 3 weken liggen en je weet niet hoe ze ervan afkomen. Dat is gewoon vreselijk. Dus ik wil nog liever voorkomen dat ze daar terechtkomen. Laten we daar alles op inzetten. En het zou de partij van de heer Van Meijeren sieren dat hij dan ook zegt van laten we dan ook inzetten op vaccinatie. En dat hoor ik niet, want dat is echt een belangrijke manier om te zorgen dat mensen niet op de IC terechtkomen.